en heren, welkom bij weer een politiek café hier bij RTV Krimpenerwaard. De 9 lijsttrekkers die de komende gemeenteraadsverkiezingen de zetels gaan verdelen, gaan hier in debat over 3 verschillende onderwerpen. We gaan het hebben over het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen. We gaan het hebben over de veiligheid in de Krimpenerwaard. Is die verbeterd de afgelopen periode, ja of nee? En we gaan het hebben over de stelling: op zondag is er niks te doen in de Krimpenerwaard. Daarnaast zullen alle politici ook een advies uitbrengen over het komend referendum. Want behalve voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen wij ook moeten stemmen of kunnen stemmen voor in een referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet. En ik hoor graag van de dames en heren politici hoe hun partij hierin staat. We beginnen met de zondag en daarvoor zijn aangeschoven Jan Dekker van het CDA, Jan-Willem van der Ham van de SGP en Jeffrey van der Lagemaat namens D66. Voordat we echt in debat gaan, krijgt u alle 3 30 seconden de tijd om uw standpunt in deze even duidelijk aan de kiezer uit te leggen. Meneer Dekker, als ik bij u mag beginnen. Dat mag u. Er valt niks te beleven op de zondag in de Krimpenerwaard. Dat is een stelling waar ik niet in meega. Daar gaat de CDA ook niet in mee. Er valt op heel veel manieren wat te beleven op de zondag. Wellicht na de kerkgang. We kunnen sportieve dingen doen. We hebben een goed stukje horeca waar je van kunt genieten. En mocht de discussie even gaan over de sluiting van de winkels op zondag, dan is het wat CDA betreft, denken wij dat daar weinig behoefte is aan een verdere verruiming. We zijn wel bereid om daarover te spreken. Helder en duidelijk, dank u wel. Dan gaan we naar de overkant van de tafel, meneer Van der Lagemaat. Ja, niks is natuurlijk een heel groot woord. Je kan inderdaad gaan wandelen, je kan gaan fietsen, naar de kerk gaan. Maar een stukje horeca meepakken kan ook nog. Maar als je dan wil winkelen op zondag, dan kan dat hier niet. Of dat je na het fietsen even een broodje wil gaan pakken in de supermarkt, dat kan natuurlijk ook niet hier. Je kan wel uitgaan 's avonds en 's nachts, maar pas voor 2 uur. En na 2 uur gaan alle winkels de horeca dicht. Dus wij zeggen, verruim die sluitingstijden, stel de winkels open op zondag. En geef winkeliers de gelegenheid om zelf dat te bepalen. Ja. Dank u wel. Meneer Van der Ham, de SGP. Ja, ik ben het met de stelling op zondag is er niets te beleven niet eens. Ik denk dat er op zondag in de Krimpenerwaard heel veel te beleven is. Dat wil ik samenvatten in 1 woord, dat is rust. Ik denk dat rust in dit gebied een heel grote kwaliteit is, die wij door de week al goed kunnen meemaken met elkaar. En die we op zondag extra kunnen genieten. Kunnen afzien van economische activiteiten die door de week volop kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het belangrijk is dat wij met elkaar een collectief moment van die rust ook ervaren. Om te ontkomen aan de malle molen van iedere dag. Dus ik ben het niet eens met uw stelling, want er is heel veel te beleven. Rust. Dat is dan wel mooi dat alle 3 de heren het oneens zijn met de stelling zoals die geponeerd is. Hebben we dan nog wel een debat hier? Nou. Ik denk van wel. Want het begrip van wat is er dan te beleven op de zondag, daar verschilt u toch wel in van mening. Ik hoor u zeggen, rust is heel belangrijk. Het wandelen, het fietsen, het naar de kerk gaan. Daar bent u het allemaal wel over eens. Meneer Van der Ham geeft heel duidelijk aan economische activiteiten op zondag. Daar zijn wij toch geen voorstander van. Meneer Van der Lagemaat, D66 is daar juist wel voorstander van. Waarom? Nou, wij zijn niet pertinent voorstander van economische activiteiten. Wij zijn voorstander van de vrijheid om dat toe te laten. Je hoeft voor mij niet op een zondag open te gaan, maar die vrijheid moet er wel bestaan. En de collectieve rust, dat vind ik heel mooi dat u zich daarom zorgen maakt. Maar ik zou het wel graag willen dat u dat bij een advies houdt en een tip. En mensen de vrijheid laat om zelf te bepalen wanneer zij die rust ook nemen. En ook de winkeliers, die misschien geen christelijke achtergrond hebben en ook niet gebaat zijn bij een zondagsrust, dat die gewoon de vrijheid krijgen om wel hun winkel te openen. Reageren mag. Dat doe ik inderdaad graag. Kijk, ik begrijp heel goed dat D66 dat standpunt inneemt. Zoals u van mij ook begrijpt dat ik dat standpunt inneem. Want dat is niet nieuw dat we dat vertellen aan de tafel. Maar laten we even bij het begin beginnen. We hebben in Nederland een winkeltijdenwet. We gaan nu even over winkeltijden, begrijp ik. Die gaat uit van het principe... Op zondagen en feestdagen zijn de winkels in Nederland gesloten. Ik denk dat dat een heel goed en ook een heel natuurlijk uitgangspunt is. Wat dat betreft beweegt de winkeltijdenwet zich ook in een traditie die we in de westerse wereld al eeuwenlang met elkaar hebben.
om dat punt met elkaar ook te bewaken, die zondag als rustdag. Dat is voor de wetgever ook dus het uitgangspunt geweest. En dat sluit dus kennelijk aan op een al lang beleefde behoefte in de samenleving. Wanneer is die winkeltijdenwet afgesloten? De wet had ook zo geformuleerd kunnen zijn. Die is een paar keer gewijzigd in de loop van de tijd. 2012 is die voor het laatst aangepast. Okay. En toen is die van mogelijkheid van 12 zondagen door landelijk geregeld gegaan naar geen zondagen. En de gemeente kreeg de vrijheid om eventuele opening te regelen. Dat is de wet. De wet had ook zo geformuleerd kunnen zijn dat de centrale wetgever had bepaald alle zondagen open, tenzij de gemeente anders bepaalt. Dat is expliciet niet zo gedaan. Dus ik ben heel erg blij met dat uitgangspunt. Nu naar de specifieke situatie van de Krimpende Waard. Ik begrijp inderdaad dat u zegt van ja, dat moet ieders vrijheid zijn. Maar mijn zorg zit in het feit dat die vrijheid voor veel ondernemers op den duur geen vrijheid meer is. Als je ziet dat de buurman concurrent open is, ja, hoeveel vrijheid heb je dan om het besluit te nemen, ik ben niet open? Los nog van de vraag of er wel een diep beleefde wens bestaat in ons gebied. Want je moet naar het karakter van onze gemeente kijken. Om die winkels open te hebben. Dus van de aanbodkant kan de winkel. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad gemeentebreed niet te handhaven is. We doen het wel, we doen het niet. Ik denk dat dat per kern inderdaad best wel verschillend kan zijn. Dat, ik kan me voorstellen dat een stad als Schoonhoven er meer om staat te springen om die openingstijden te verruimen. Dan bijvoorbeeld een Oude Kerk aan de IJssel. Dan bijvoorbeeld, ja, als wat ik u daar inderdaad ook eerder al schreef, Oude Kerk aan de IJssel. Ja, ja. Als ik daar wat van mag zeggen, eigenlijk reagerend op het standpunt van D66, twee dingen. Hè. Eén, dit is niet een zaak van christelijke winkeliers en niet-christelijke winkeliers. Ja. Daar zou ik grote afstand van willen nemen, dat doe ik ook. Maar de kern van het betoog van D66, en dat geldt overigens ook voor de VGBK, Partij van de Arbeid en de VVD, is dat er nu een stelling ligt van de individuele winkelier, die gaat er dan over. Ja, en dan denken wij toch van samenleven doe je niet alleen, dus dat moet je met elkaar doen. En als je hier meer in wil, hè, als die wens er ook breed is, onder de bevolking, in een kern, ja, praat daar dan over op kernniveau, maar zeg niet, want dat vind ik echt een volstrekt doorgeslagen standpunt. En voor wat betreft de coalitiepartijen, ook erg doorgeslagen ten opzichte van het beleid van de afgelopen 3 jaar, dat je seks zegt van de winkelier die gaat erover. Nee, daar moeten we met elkaar over gaan. Ligt hier een rol voor de ondernemerskringen in de verschillende kernen? Daar ligt met name een rol voor de winkeliersverenigingen. Ik wil hier toch echt even op inhaken, want dit is een ideologie natuurlijk van het CDA. Lekker met z'n allen gaan bepalen wat iemand anders moet gaan doen. Met elkaar overleggen, dat is prima. En daar mag ook best rekening gehouden worden met elkaar. Maar als een grote groep mensen, bijvoorbeeld als 70% zegt wij willen dicht op zondag en 30% zegt wij willen open, dan moet er opgekomen worden voor die 30% van de mensen die dat wel willen. We zijn toch immers allemaal een vrij individu, wat D66 in ieder geval betreft. En meneer Van der Ham, iets wat we... U zegt dat over mij, dus daar wil ik toch graag op reageren als u dat goed vindt. We laten meneer Van der Laag wat even uitspreken en dan krijgt u allebei de kans om te reageren. Op de heer Van der Ham, want iets wat we al jaren doen, dat is natuurlijk nooit een argument geweest om dat ook te blijven doen. Wij vinden dat er best wel, net als in hele andere gemeenten, omringende gemeenten ook, Lopik, Govenwelle, zijn allemaal op zondag open, daar lopen nu de winkeliers naartoe. Die blijven niet hier in de winkeliers, ik bedoel de klanten, die lopen daar naartoe. En die blijven niet hier, wij verliezen hier omzet. Wij worden eigenlijk een soort de spot met ons gedreven. Dat er bij de grens van Lopik staat, welkom in Lopik, wij zijn wel lekker op zondag open. Dat vind ik dat is allemaal prima. Zijn. Maar nu doet precies hetzelfde wat in het CDA verweet. Omdat anderen het kennelijk doen, moeten wij het ook doen. En zo bepalen we met elkaar wat we hier gaan doen. Mijn punt is namelijk... Dan heeft u mij niet goed begrepen. Het is een drogredenering om te bedenken dat onze inwoners... op de zondagen dat in naar buurige gemeentes de winkels open zijn... collectief weglopen om daar inkopen te doen. Mijn antwoord op die beweging zou zijn, die ik overigens ook, waar ik gewoon ook niet in geloof... mijn antwoord daarop is, dat is niet iets specifieks voor de zondag. Wij zien ook door de week, zien wij dat in randgemeentes, van randkernen van onze gemeente zeker... dat daar een verloop is van het winkelend publiek naar buurgemeentes... waar men dan kennelijk vindt dat er aantrekkelijkere winkelvoorzieningen zijn. Mijn oproep aan iedereen is, mensen... Hoe vaak kom je door de week voor boodschap in de winkel? Gemiddeld genomen denk ik 1 keer.
Dat kan heel goed door de week. Dan heeft u weinig nodig. Ik kom ongeveer 3-4 keer in de week. Nee, maar ik heb het even over mijn eigen situatie. Ik heb het over mijn eigen vrijheid hier. Dat is mooi. Dus ik praat voor mezelf. Ja, dat kan. Dan denk ik van mijn oproep is, doe die door de weekse boodschappen ook in je eigen kern. Dan hebben we het helemaal niet over omzet voor onze winkeliers. Dan hebben we denk ik over een omzetvermeerdering. En ik geloof er niet in dat vanwege het feit dat enkelen uit onze gemeente in naburige gemeentes op zondag hun boodschappen doen, dat het failliet is van onze eigen ondernemers. Dat is een drogerin, die moeten we niet gebruiken. Ja, Meneer Dekker, ik wil reagerend op de heer Lagemaat. Die zegt, nou, we gaan het lekker op zijn CDA's doen. Hè, 70%, 30%. Ja, nou, dat is ook niet typisch iets CDA. Wij zijn een democratische partij. Dat betekent ook dat we naar minderheden kijken. Dat we elkaar ook de ruimte daarin geven. Laat dat helder zijn. En dat is misschien ook wel de kern van democratie. Dat is wat andere kern dan u aangeeft. Van het individu bepaalt het voor zichzelf. Hè. Wij zijn voor dat overleg. En in die zin, hè, de voorbeelden van Benschop en van Lopik die worden gegeven. Nou, dat is inderdaad wel een verandering geweest de afgelopen 3-4 jaar. En dat is wel iets wat je met elkaar moet gaan bespreken. Dus dat we dat gesprek met elkaar daarover aangaan, dat vind ik een hele heldere. Waar we niet vanuit moeten gaan, is dat we zeggen van we gaan Krimpenerwaard breed dit zo neerzetten. Want er zijn kernen die daar absoluut geen behoefte aan hebben. En ik hoop, en ik weet ook van de verschillende winkeliersverenigingen, dat die behoefte er ook niet is. He, dus je kunt van verschillen over van hoe je een zondag gaat beleven, vanuit wat voor standpunt dan ook. Maar ga niet zeggen, want dan krijg je inderdaad, en dat is heel goed wat de heer Van der Ham daarvan op aangeeft. Als één gaat, dan moet de ander. Hè? Dus dan is de vrijheid van de één, hè, van het ene individu, wordt de onvrijheid van het andere individu. En dat moet je niet willen. En daar kun je ook aan zien dat, dat wat dat betreft het punt voor uw partij een net zo fundamenteel punt is als de zondag is voor mijn partij. Ik geef een voorbeeld. U zegt van ja, als een minderheid het wil, dan moeten we het met elkaar ook wel gaan doen. Nou, besluitvorming gaat in deze samenleving bij meerderheid. Dat doet mij namelijk denken aan het feit dat er ook gemeentes zijn waarover de zondagsopenstelling een referendum is gehouden. Ik had het net willen voorstellen vanavond, maar dat kan bijna al niet meer. Dankzij D66. Maar dan, we zitten alleen in de coalitie. Dan zeg ik, laten we eens kijken naar gemeentes waar daarover wel een referendum is gehouden. Daar zijn voorbeelden van dat de bevolking bij meerderheid heeft aangegeven, wij willen het niet. En dat ondanks dat partijen waaronder D66 hebben gezegd van, nou, fijn dat u dat allemaal heeft aangegeven, maar toch gaan we het anders doen. Die winkels gaan gewoon open. Dus we praten hier niet over iets van, wat wil de samenleving en dan willen we het misschien eventueel ook wel of niet. We praten gewoon over een onderliggend fundament. Een dogma zou ik zeggen. U wil het, dus u doet het. Dit is voor mij wel een historisch hoogtepunt. Dat de SGP gaat pleiten voor referenda. Dat heb ik ze nog nooit in ieder geval zien doen. Nee, ik dus zei nog een tussenzinnetje bij. Het is vastgelegd. Maar wat mij erg trof was de analogie aan het standpunt. In beide standpunten. Dat leek inderdaad wel erg op elkaar. Het verschilt natuurlijk tussen onze ideologie en de van de heren die hier tegenover mij zitten. En dat komt gewoon omdat in mijn ideologie hoeven winkeliers niet open te gaan. En voor mij komt het nog niet helemaal door, maar ik verplicht niemand om zijn winkel open te doen maar, of te sluiten. Ligt er een rol voor de gemeenteraad om hier dan een indicatie te geven richting winkeliers, richting kern van, nou, de gemeenteraad zou graag zien dat? Nee, absoluut. Nee, zeker wel. U vindt van niet? Ik vind niet dat de gemeente zomaar op de stoel van de winkelier kan gaan zitten en bepalen of het rendabel is voor diegene om op zondag open te gaan. Dat kunnen winkeliers prima zelf. En ik vind het ook een heel eng idee als wij met gemeente gaan bepalen welke winkel omzet mag gaan maken en maar welke dat niet. Want dat is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken die hier aan tafel gegeven wordt. Er is een winkeltijdenwet en in die winkeltijdenwet staat wat mag en wat niet mag. En vervolgens moet de gemeente erover gaan praten als je wat anders wil. Dus als je op de zondag open wil, dan moet je daar een verordening voor gaan aanpassen. Ja, ik weet de wet. En dat is dus aan de gemeenteraad. En dat is dus des college, des gemeenteraad, des ons bestuurs. Dus dat is ook onze discussie. Ja. Zoals u dat nu toch even aangeeft, is van het is zelfs onze discussie niet meer. En dat vind ik inderdaad een behoorlijk dogmatisch denken die ik eigenlijk bij D66 niet verwacht had. Maar wat mij daarbij ook nog opvalt, is dat er gezegd wordt van ja,
Ik wil niet dat daar eigenlijk regels voor gesteld worden. Terwijl we leven in een land waar wij gelukkig voor heel veel domeinen gewoon regels kennen. Ik ken ook heel veel mensen die betalen liever geen belasting. Toch hebben een belastingwetgeving, zijn regels voor opgesteld. Appels en peren. Het is toch een rare idee om te zeggen, een gemeente die moet op zo'n domein, wat zo politiek gevoelig ligt, vooral geen functie hebben. Dat begrijp ik niet. We gaan de winkels even laten voor wat het is. Want op zondag is er nog veel meer te beleven dan alleen winkelen, hebben we net vastgesteld. Recreatie is natuurlijk iets wat hier in de Krimpenwaard best wel heel erg gepromoot wordt. Daar gaan we het straks in over het subsidiebeleid, zal het misschien ook nog wel even aan de orde komen. Horecagelegenheden, ziet u dat, meneer Van der Ham, horecagelegenheden, ziet u dat niet als economische activiteiten op zondag? Nou, er is een ondernemer die geld verdient, dus dat is een economische activiteit. Kijk, als het gaat om het horecabeleid, daar hebben we de afgelopen raadsperiode een heel uitvoerige discussie over gevoerd met elkaar. Ik denk ook dat we daar op een punt gekomen zijn wat een redelijk gemiddelde is van de politieke opvatting in de Raad. En als het gaat om het evenementenbeleid, ja, ik denk dat wij binnen de kaders van de landelijke regelgeving daar gewoon aan ons absolute maximum zitten aan wat er ook op zondag mogelijk is. We hebben daarvoor een zondagswet die ook door dit kabinet waarin D66 zit gelukkig wordt gehandhaafd. De waarde van de zondag wordt wat dat betreft ook nog wel onderschreven. Hè? Het was de bedoeling om af te schaffen, dat gaat dit kabinet niet doen. Ik denk ook dat niemand daar op zich tegen kan zijn. Nee, maar dit kabinet gaat het niet doen. En die zondags hebben bepaald, tot 1 uur 's middags vinden er geen evenementen plaats. In onze plaatselijke verordening hebben we gezegd, vanaf 1 uur 's middags kan dat wel, tot 00 uur 's avonds. En alle andere dagen van 8 uur tot 00 uur 's avonds. Dus ik denk dat we in deze gemeente aan de maximale ruimte zitten ongeveer aan wat is toegestaan. Dus ik snap ook niet dat het dan gezegd wordt. En ondanks dat is er weinig mogelijk. Kennelijk is er ook niet de behoefte om die ruimte op te vullen. Zitten we in die maximale ruimte in de Krimpenwaard? Ik denk dat dit soort zaken zich ook vernielt. Hè. Sommige zaken gaan weg, er komen nieuwe zaken bij. En er is denk ik meer ruimte. We hebben een hele mooie grote ruime Krimpenwaard voor allerlei soorten van evenementen. Ook op de zondag na 1 uur kunnen plaatsvinden. Dat geldt ook voor die winkelsluiting van zo even. Die moet je daar toch ook bij betrekken. We hebben de afgelopen 3 jaar natuurlijk een enorme discussie gehad over evenementen en horecaopening. Voor wat betreft de evenementen heeft het huidige college gezegd van na 11 uur op de zaterdag mogen nieuwe evenementen niet meer plaatsvinden. We hebben er als CDA behoorlijk aan getrokken en samen met een aantal partijen daar toch een verruiming op gekregen. 12 uur. En 12 uur, dan zou je zeggen, daarna krijg je de zondag. Wat ons betreft, en zeker ook voor wat betreft evenementen die jongeren aangaat, is het uitstekend als je wat later doorgaat met je evenement, passend waar het gebeurt, et cetera. Maar we moeten natuurlijk niet in een situatie blijven, zou ik willen zeggen, in een situatie blijven, dat wij gaan zeggen vanuit de gemeente van nou, na 12 uur heeft u geen evenement meer. Daar mag meer ruimte in zitten wat het CDA betreft. Oké. Ik wil toch even aanhaken op die horecasluitingstijden. Die moeten na 2 uur moeten nu dicht. Met enkele uitzonderingen daarbij die door de burgemeester zelf zijn gegeven. Ja, wordt individueel wordt er een uitzondering gemaakt. Dat heeft natuurlijk ook gewoon niet zozeer principiële redenen, maar ook gewoon praktische redenen. De politieteam Krimpenwaard heeft een advies gegeven om te verruimen tot 5 uur 's nachts. En dat is met reden dat er een geleide stroom is van feestgangers die dan de horecagelegenheid verlaat 's nachts en daardoor minder overlast komt. Dus dit is niet zozeer een discussie op principiële redenen, maar dit is gewoon voor veiligheidsredenen toch wel belangrijk dat dit wordt doorgevoerd. Het is veiliger om 's nachts langer open te zijn eigenlijk. Exact. Met de aanvullende opmerking, meneer Van der Laagmaat, die kijkt wat naar mij om mij daarin te overtuigen. Wij hebben daar als CDA een motie voor ingediend om dat juist te volgen. Ja. Wij staan daar volledig achter. Dan kijk naar meneer Van der Ham. Ja, ik begrijp dat u heel verwachtingsvol naar mij kijkt, inderdaad. Kijk, wat ik net heb gezegd is dat de regeling die we ten opzichte van de horeca sluitingstijden of openingstijden, om het positief te formuleren, hebben gehad. Dat is inderdaad het politieke compromis wat we gesloten hebben. Compromissen doen bij iedereen pijn. Dus deze doet bij mij ook pijn. Want we zijn verder gegaan dan ik oorspronkelijk vanuit SGP-optiek had willen gaan. Ja. That's life.
Het argument van langer open. Ik heb toen ook gezegd van op het moment dat we hem sluiten op 12 uur heb je al een uur langer tot 2 uur om uitloop te hebben. Dat is 1. De politie heeft ook enorm aangedrongen op een collectief sluitingsmoment. Zodat het in de hele Waard wel overzichtelijk is. Dat in de ene kern niet 4 uur, de andere 2 uur. Dat hebben we bereikt. En de derde is dat mij in de laatste jaren niet gebleken is dat de huidige regeling voor enorm grote overlast zorgt. Dus ik weet ook niet waarom wij na vandaag zouden moeten pleiten voor ruimere openingstijden als het daarover gaat. Nou, waarom zouden we moeten pleiten voor ruimere openingstijden? Omdat de politie al meerdere malen heeft moeten ingrijpen omdat er een grote verzameling van groepen waren. En natuurlijk is het zo dat meneer Van der Ham denkt waarschijnlijk nog dat iedereen al om 1 uur naar huis gaat. Maar dat is niet meer zo natuurlijk. Tegenwoordig ga je om 1 uur tegenwoordig, passen, ja, exact. Ja. Tegenwoordig gaat de jeugd later jeugd uit. Van tegenwoordig. En sommigen gaan naar huis om 3 uur, anderen 4 uur, anderen 5 uur. Maar dat is toch meestal wel echt het minimum dat mensen echt gaan vertrekken. Om 2 uur 's nachts is het feestje nog lang niet afgelopen. Is dat niet maatschappelijk nog weer om te buigen dan dat we de jeugd weer zo opvoeden dat ze netjes om 1 uur of 10 richting dat is echt zwemmen tegen de richting in. Dat is echt moeilijk om nu nog te gaan keren. Ja. En ik denk ook niet dat het de mentaliteit is die op de een op andere avond of binnen 4 jaar in ieder geval niet te veranderen is. Ik denk dat daar vooral de inspanning ligt dat we als gemeente ondersteunend zijn aan initiatieven om juist wat meer voor de jeugd te laten beleven. En dat gaat dan ook voor zaterdag op zondag, denk ik. Want voor de jeugd op de zaterdagavond, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen waar ze terecht kunnen. En dat vinden wij wel een groot probleem. We houden ze graag in de Krimpende Waard. Gewoon om de Krimpende Waard daarmee ook aantrekkelijk voor ze te houden. Ja. Dat zijn de jongeren, die willen we op zaterdagavond dan. Die wilt u op zaterdagavond dan in de Krimpende Waard houden. Als ik het dan heb over de zondag. Dat klinkt ook weer zo. Ja, okay. Goed, even kort samenvatten. Nee. We gaan even naar de zondag, want we recreëren met z'n allen op zondag. Ja. Evenementen worden ook heel af en toe op zondag georganiseerd. Mm. Hardloopwedstrijden, zwemmarathons, dat soort zaken. Hebben we dat voldoende in de Krimpende Waard? Ik denk dat we er aardig wat hebben. En ik denk ook dat er ruimte is voor meer als daar initiatieven voor zijn. En er is denk ik niemand die een meetlatje heeft en zegt van genoeg is genoeg of zo daarin. Precies. Dus afhankelijk van de tijd van het jaar, afhankelijk van de Olympische Spelen of niet. Maar laten we daar elkaar vooral stimuleren om ervoor te zorgen dat er voldoende dingen kunnen gebeuren. Als een Tour de France weer door de Krimpende Waard wil komen op zondag. Dan is hij wat ons betreft van harte welkom. En overigens wat ons betreft mag dan ook de fietswinkel in Haastrecht open. Wat de afgelopen keer onder dit college niet kon. Heel liberaal van de heer. Dat is niet liberaal, dat is vooral democratisch. Meneer Van Dram. Wat ik net over zondag onze wens om de zondag op een bepaalde manier collectief te beleven is. Dat heeft niet alleen te maken met de winkeltijdenwet. Dat heeft niet alleen te maken met de horeca. Dat heeft ook te maken met evenementen. Wat wij zeggen, dat is wij vinden de zondag van dusdanig bijzonder belang en een dusdanig bijzonder karakter hebben. Dat we die inderdaad ook van dit soort zaken gewoon graag verschoond willen zien. Wij hebben ook bij de laatste doorkomst van de Tour de France, ook de eerste maar ook de laatste, wat ons betreft ook gezegd van dat willen wij liever niet. Dat doet echt afbreuk aan het karakter zoals wij vinden dat we die dag met elkaar zouden moeten beleven. Dus wat dat betreft, dan neem ik ook afstand van datgene wat de heer Dekker tegenwoordig. Er ontstaat er echt een verschil tussen de SGP en het CDA. We gaan wel richting een afronding. Een laatste punt van meneer Van Lagemaat. Meneer Van Ham zegt, dat respecteer ik ten volste. Dat moet u goed begrijpen van mij. Ik respecteer uw geloof. Ik respecteer uw wens om op zondag rust te hebben. Maar het enige wat wij vragen, wat ik vraag als niet-gelovige van u, is dat ik mijn zondag mag invullen op de manier waarop ik dat wil. En ik vind het heel fijn en goed dat u zich daar de rust in vindt. Dat wens ik u van harte. Maar wens u van mij ook alsjeblieft de rust op de manier waarop ik het wil invullen. Bijvoorbeeld met winkelen. Nee, ik vind het. Ik wil hier graag. Want dat is echt een allerlaatste reactie. Ja, want dan gaan we nog even naar de stelling. Echt heel erg goed dat u dat zo formuleert. Want voor mij zit hij niet op het niveau van respect.
Want ik heb respect voor iedereen. Ik blijf respect houden, want ik begrijp ook dat wij echt niet alleen in deze waard wonen. Alleen, ik bedrijf ook politiek vanuit een bepaalde overtuiging. Ja. Dat een bepaalde inrichting van de samenleving goed is voor ons. En op basis daarvan kom ik tot die uitspraken. En niet op basis van het feit dat ik u in uw standpunt ook minder zou respecteren. Want dat is voor mij echt absoluut niet aan de orde. Respect is hier zeker, zit hier zeker aan tafel. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Tot slot van u alle drie een reactie op de vraag. Wat zegt u tegen de kiezers over het komend referendum? Meneer Dekker. Allereerst ben ik blij dat het laatste referendum zal zijn. Laten we dat gezegd hebben. Dat is misschien ook wel de zegen van vandaag. En ik denk dat onze overheid de ruimte moet krijgen, zoals dat voor ligt, om de dingen te doen die nodig zijn om onze veiligheid te waarderen. Dus ik begrijp dat de stellingen per gemeente verschillen van hoe je de vraag voorlegt. Wat CDA betreft moet doorgaan datgene waar er een wetsvoorstel voor ligt. Dus u adviseert om voor de wetsverandering te stemmen? Dus wij stemmen graag en dat is ook het advies voor de wetswijziging. Okay. Ja. D66. Ja, wij gaan hier ons eigenlijk helemaal niet mee bezighouden. We willen ook zeker geen advies uitgeven aan de stemmers. Aangezien dat een landelijk onderwerp is en ik zit hier als D66 Krimpende Waard. Ik hou me bezig met de lokale verkiezingen. Daar gaat alle onze aandacht naartoe. Mocht u toch nog geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke mening, die is tegen het wet. Dus, maar dat is geen advies naar iemand anders toe. D66 Krimpende Waard gaat zich er niet mee bezighouden. Persoonlijk ben ik tegen. Oké, helder. Geen advies, maar wel een persoonlijk. Wij weten in ieder geval wat meneer Van der Lagemaat tijdens het referendum zal stemmen. Meneer Van der Ham, uw advies. Ja, indachtig datgene persoonlijke wat mijn voorganger zegt. Dan zeg ik, als ik een advies zou mogen geven, dan zou ik inderdaad adviseren om echt heel erg voor deze wet te stemmen. Ik ben er heel erg voor dat de overheid echt ruime bevoegdheden krijgt, onze veiligheids- en inlichtingendiensten, om dat werk te kunnen doen wat in onze gemeenschappelijke veiligheid ook echt gedaan moet worden. Oké. Heren, ik dank u wel voor dit debat. Graag gedaan. Ja, en er worden handen geschud overal. Ja. Weet u al op wie u 21 maart gaat stemmen? Of bent u nog een zwevende kiezer? Kom dinsdagavond 13 maart naar het kwartier in Stolwijk voor het grote lijsttrekkersdebat en vorm dan uw mening. De 9 lijsttrekkers vertellen waar hun partij voor staat en ze gaan met elkaar in debat over zaken die er echt toe doen. Wonen, werken, recreëren, ons leefmilieu. Hoe willen wij dat onze gemeente wordt bestuurd? Ilja Bakker en Frank van Zuchtelen leiden het debat en RTV Krimpenerwaard zendt het live uit op radio en tv. Zorg dat u dit niet mist. Er valt wel degelijk wat te kiezen. Dinsdagavond 13 maart, 8 uur, het kwartier in Stolwijk. Elke stem telt, ook de uwe.